Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Random Class aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jarask Gaming. Vandaag ga ik natuurlijk weer de computer een Random Class voor mij laten aanmaken. En heel veel mensen zeiden van, Jan, zet bij de Random Class Generator aan dat je gewoon alle tiende punten krijgt. Dus dat zet ik aan, dat houdt dus in dat wij sowieso een paar perks krijgen, attachments krijgen. Omdat we nu de 10 punten die wij kunnen gebruiken ook gewoon laten gebruiken in de Random Class Generator. Als jullie het nog snappen. In ieder geval, we krijgen dus waarschijnlijk wel een betere class. Maar dat lukten jullie achter. Dus, ik ga weer op generate klikken. Ik hoop dat er een goede class uitkomt. Vind ik deze serie wel leuker dan natuurlijk zo'n kaart te liken. Maar dan zeg ik, let's generate. Ik ga niet kijken. Oké, kijk wel. En bam! Chicom CQB. Met als perks, Flag Jacket, Fast Hands, Engineer. 2 Sam Texas. 2 trophy systems en als secondary een RPG. Het is best wel een kutclass. Het is best wel een poepclass. Oké, geen attachments. Dan hebben wij Flag Jacket, Fast Hands en Engineer. Heb je geen reet aan. Dan hebben we Semtex met natuurlijk Danger Close erbij. Zodat we 2 Semtex aan kunnen hebben. 2 trophy systems. En nog een RPG op ons secondary wapen. Dus dit is onze class. Dan kunnen wij natuurlijk 1 perk aanpassen. Zodat we scavenger aankrijgen. Nou, dan verander ik natuurlijk gewoon Fast Hands met scavenger. Want scavenger mogen wij altijd aan hebben staan. Dus dat is het enige wat ik natuurlijk verander. En dan is dit onze class. De Chicom CQB. Dat is een 3 burst submachine gun. Daar heb ik mijn allereerste nuclear mee gedropt. Op mijn raid. Dat weet ik nog wel. 2,5 jaar geleden of zo. Of 3 jaar geleden ondertussen al. Dus ja, ik ben in ieder geval klaar voor. Ik hoop jullie ook. Ik ga een potje zoeken. Dominee 6 tegen 6. Gaan we proberen de nuclear te droppen. En dan zeg ik tot te met in het potje. Tot Red zo. Boys. Zoals je zelf natuurlijk ook wel kan zien. Zijn wij in één Dominee potje 6 tegen 6 gekomen. Op de map standoff. Laatste tijd op een of andere manier krijg ik redelijk vaak standoff. Ik weet niet waarom. Maar ja, weet je. Ik vind het wel een chille map. Dus ik vind het helemaal mooi. We gaan natuurlijk proberen om de nuclear te droppen. Met de Chicom CQB. Dit is natuurlijk onze class. We hebben de RPG aanstaan. We hebben Flagjack, Scavenger, Engineer. En 2 Semtex en 2 Trophy System aanstaan. En ik hoop dat het gaat lukken. Zo makkelijk is het. Dus we moeten wel eventjes kijken. Want de Chicom is natuurlijk een submachine gun. En niet een heel erg sterk submachine gun. Hoe gaan we dit doen? Dat is het enige waar ik even naar moet checken. Oké, ik leg sowieso even mijn trophy systems en alles neer. Zo, we hebben niet voor niks 2 Semtexes. Daar moeten wij natuurlijk gebruik van maken. Als we er in ieder geval gebruik van maken, dan hebben ze voor niks aan staan. Dus daar ga ik natuurlijk wel gewoon gebruik van maken. Maar we moeten wel gewoon goed blijven opletten. Het is chill, want ik heb scavenger aanstaan. Dus ze krijgen ook, als ik scavenger packs oppak, krijg ik natuurlijk ook weer, nieuwe Semtex ervoor terug. Dus dat pluspunt hebben wij natuurlijk ook nog eens. En ik krijg ook mijn... Oh kut. Ah, teammate, help me dan, man. Anders had ik hem misschien een orbital kunnen halen. Ik krijg natuurlijk ook mijn trophy system ervoor terug. Teammate! Je zuigt, man. Dan staat hij met een sniper me te helpen. Dat werkt toch niet, man? Ik heb je nodig, ja. Ik kan het niet alleen, want ik heb geen fucking goede class. Jij ook niet zo te zien, want jij kon hem ook niet killen, maar... Daar gaat op dit moment even niet over, hè. Viel daar nog een? Volgens mij ging er nog een, hoor. Ik gooi gewoon al die dingen overal neer, joh. We zitten tegen best wel veel snipers. Dat is een pluspunt voor mij, want die snipers kan je meestal... redelijk makkelijk killen, zoals je zelf ook kan zien. We gaan geen C4's gooien hier, oh, dildo hoofd. Alleen het zijn snipers die niet echt snipen. Oh ja, ik heb dit ook nog natuurlijk. Ze snipen wel. Alleen ze spelen ook heel graag met een submachine of met hun secondaries. Dus die zullen ze ook vaak gaan gebruiken. Fucking camper, jongen. Ik heb nog wel op de bevel, maar te laat, want niemand helpt me. Kut, er zit er iemand kaart te campen, man. Oh, daar zit ook nog iemand te campen. Ja, zie je, dit zijn dus gewoon irritante snipers. Je hebt snipers die rondrennen, dat zijn coole snipers. En je hebt snipers die dus keihard gaan lopen campen. En dit zijn snipers die keihard gaan lopen campen. En het bewijs is geleverd, want hij zit er waarschijnlijk nog steeds. Oké, dat is dus een nee, hij zit er dus niet nog steeds. Het had wel gekund. Het had wel gekund. Jezus, er komt er nog één achteraan met een M27. Oh, yo, gek. Dit wapen schiet echt lekker hoor, die Chicom, maar... Er zijn zulke betere wapens in de game.
En daar moet je natuurlijk echt keihard op letten. Ze komen nu naar binnen lopen met granaten. Heb ik flag check? Oké, ik heb flag check aan. Dus dat is één voordeel voor mij. Dat wist ik niet meer zeker, maar of ik die aan had. Oké, nice. Lekker trophy system. Kunnen ze ook geen C4 namelijk meer naar binnen gooien, want daardoor ga ik meestal dood. Kom me helpen. Je bent dood, nevermind. Oh, sniper. Weg. En hij killt hij mij. Hij schoot hem met... Nee. What the fucking onzin door die auto heen. Dat was echt bullshit, jongen. Geen grap, dat is echt bullshit. En we verliezen nu alweer de B-vlag. Jongen, ik heb dat ding... Oké, goed zo. Vieze enemies dit, hoor. Even zonder grap. Vieze enemies. Fucking dildo gaat ook niet dood, hè? Zag je dat? Had een killen wapen, maar blijkbaar niet. Sorry vriend, maar dat was te verwachten dat ik daar kwam. Sukkel! Die trophy systems werken goed, man. Je kan ze gewoon als afleiding kan je ze ergens neerproppen. En dan worden ze erdoor afgeleid. En dan... Detect concert volgens mij, of niet? En dan ben ik degene die doodgaat. Hey, teammates! Oh, maar ja, ze konden natuurlijk niet weten dat daar dat ding lag. Jammer. Ik moet die orbital halen, man, maar dat lukt me niet. Ik wist het. Fucking snipers! Losing A. Ik blijf even staan de laatste 10 seconden. Nou, fuck it, ik kan nog wel wat verder naar voren. Zag die me nou serieus niet? Die vent... Oh, die vent had serieus langs me gelopen. Ik zag hem langs me lopen. 28 kills hebben wij. Dat is gewoon natuurlijk een mooi aantal. Maar we moeten die orbital visas zien te halen. We halen het uit UAV counts UAV. Dan zitten we op de helft van de orbital voor dat balkje. Dus dat is al ongeveer 3/4 dan. Omdat je zo UAV counts UAV al hebt gehaald. En dan ga ik dood. En dat moet niet. Ik moet gewoon die orbital visit halen. Het is wel een pluspunt natuurlijk dat wij flagchecked hebben. Dus dat vind ik wel echt heel blij mee. En dat we tegen snipers spelen. Daar ben ik ook blij mee. Want dan heb ik niet zo last dat mijn richtpunt de lucht in vliegt. Want ze schieten één kogel en ben je gewoon dood. Dus je moet zorgen dat ze niet één kogel kunnen schieten. Maar we hebben die orbital nodig. Dat is het enige. Die orbital is wat we nodig hebben. Als we die orbital kunnen halen, dan is het goed. Heb iemand een UAV van ons, alsjeblieft? Nee dus. Het was te proberen. Zit er nog één onder me. Daar dus. Ik zat hem te zoeken, man. Ik dacht hij kon van naar boven rennen. Alleen hij was bang, denk ik. Ik uit, ze gaan naspannen. Yo, dat zei ik. Die Fank denkt ook, je maakt zeker weer een grapje. Nee, deze keer niet. Fuck, ik ben omsingeld. Kom maar, er komen 3 man aan ofzo. Yo, terug in mijn trophy system. Dat is 1. Dat is 2. Snel reloaden, want er komen er nog meer. Ah, oh, dankjewel trophy system. Let's go, man. Oh, ik hou van die dingen. Oh. Kunnen ze namelijk al die troep niet meer naar binnen gooien. Ik heb bijna die orbital nu. Die moet ik even halen, man. Dankjewel, teammate. Let's go. Bijna, jongen. Let's go. Let's go. Het is een beetje druk daar, man. Klein beetje maar, hoor. Klein beetje maar. Ja, daar ga ik niet naartoe, want die sniper staat me daar op te wachten, man. Dat sla ik even over als je het niet erg vindt.
Ah, ik had niet verwacht dat hij naar beneden zou vallen. We zaten hoog, hoor. We zaten veel. Ik was aan het reloaden. 43 kills hebben we. Ah, we beginnen hard, jongen. Iedereen komt naar het middelste gebouw te lopen, jongen. Iedereen, jongen. Holy shit, dat was wel awesome daar, ho. Zo, dat vond ik vet. Dat was echt... Oh, nu krijgen we een oorbeton. Kan dat niet even eerder. Dat was echt super gaaf wat daar gebeurde, jongen. Iedereen kwam naar hetzelfde huisje toe. Dat vind ik vet. Ah, jammer. Ik dacht dat die Link dood was. Ik dacht dat mijn teammate die had. Mijn teammate was dood. Dus ja, dan ga je zelf ook dood. Makkelijk zat. Loop erin dan. Dank je. Oh, hij loopt er niet in. Ik loop gewoon heen naar buiten. Ik kan mijn nucleon niet meer halen, want we hebben nog 2 minuten op de tijd staan. Maar ik ben nu gewoon lekker veel kills aan het pakken. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk, hè. Dat is ook leuk. Alleen we hebben nu geen opton meer. Jee, lekker trophy system. Ik kapot maken nou. Ah, wat achter me? What the fuck? Oh, die heb ik helemaal niet gezien. Oh, sorry. Fucking je lul, jongen. Pak hem alsjeblieft, dankjewel. Wat een dildo, die gozer. Nog 1,5 minuut zit het potje erop. Was wel een lekker intensief potje, hoor. Zo. Jezus, ze weten nu dat we daar zitten, man. Mission almost complete. Don't quit now. Ik quit nooit. Althans, playing games quit ik, maar... Games die al bezig zijn niet. Ik hoop dat je moet killen met mijn RPG, als je het niet erg vindt. Mag wel, toch? Gun mij deze kill, gewoon nu. Dat was te laat. Ik had hem eerder moeten schieten. En kan ik nog een across the map RPG kill krijgen? Wacht. Ja, fucking hell, word ik geraakt. Hoe kan die eerste eigenlijk niet raak zijn? Even zonder grap. Jongens, is die nou dood of niet? Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Ik dacht, ik gooi alles neer. Ik zie het vanzelf wel. 54 kills hebben we kunnen oppakken. 17 deaths. Ik weet niet echt wat voor streak we hadden. Ik denk dat we rond... misschien zaten we al op 20 gunstig. Ik weet het niet. We hebben echt heel veel kills daar binnen gemaakt. En we hebben 2 orbitals gehaald. Dus ik heb geen flauw idee hoeveel kills we hadden. Maar we zaten in ieder geval wel hoog. Dus ik kan het nog even kijken bij mijn medals. Mijn precieze streak kan ik niet nu weten. Jullie kunnen dat natuurlijk wel natellen. Maar we zaten hoger met deze random class. Met de Cheekom. Wat, ja, zoals je zag, best wel een chille gun is. Maar hoe hoog is hoog? Dat is de grote vraag. Of we zaten pas op 15, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat we op 19 zaten, 18 zoiets. Ja, ik denk dat we zoiets zaten. Ik denk 17, 18, 19 zoiets. Jammer. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als jullie nou hebben genoten, dan natuurlijk zo'n kijkje te liken. Dat helpt mij enorm. En hoop ik jullie ook weer natuurlijk te gaan zien bij een andere video. Bij de volgende aflevering of wat dan ook. Dus dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.